Hey, hallo, tijd voor een nieuwe Stef's Comedy Collectie. Ik ben nog altijd Stef, dit is mijn Comedy Collectie. En achter de camera zit mijn producer Sabine. Dag Sabine. Dag Stef. Ik wijs met mijn vinger over mijn collectie. Sabine roept stop. Waar de vinger stopt, dat haal ik eruit. Daarover vertel ik. We beginnen eraan. Stop. Er wordt een boek over een zeer goede Amerikaanse komische serie, de sitcom Frasier. Een van mijn favoriete sitcoms trouwens. Frasier is een personage dat bekend werd door Cheers. Nog een van die schitterende sitcoms. Hij was de psychiater in Cheers. En dit is een spin-off van Cheers, dus hij kreeg zijn eigen serie met personages daar rond. Hij verhuisde naar een andere stad. Hij begon als radiopsycholoog te werken. En de personages rond hem waren zijn broers Niles, die nog neurotischer en nog meer snobistisch was dan Frasier zelf. Zijn producer, zijn radioproducer, Ross, zijn vader, ex-politieman, die invalid is en inwoont bij Frasier. En dan was er nog Daphne Moon, de verzorgster eigenlijk van zijn vader. En je had natuurlijk ook nog Eddie, het hondje van de papa van Frasier. Dit is eigenlijk een boek over de serie, waarin dan de personages een beetje voorgesteld worden. En ook nog afleveringen, dat er een beetje info is over de afleveringen. Een heel goede serie, ik zeg het al. DVD's heb ik er ook van. Zeker aan te raden als je dat op YouTube zou vinden. Persoonlijk vind ik dat het een perfecte cast is. De mensen zijn perfect. Allemaal goede acteurs. Kelsey Grammer, topacteur. David Hyde Pierce, topacteur. De anderen ook allemaal goed. Ik weet de namen wel niet meer. Maar er is één ster van de show. Dat is Eddie, het hondje. De mensen die de serie gevolgd hebben of kennen, weten dat iedere keer als dat hondje in beeld komt, dat die scène gestolen wordt door dat hondje. Een tijd geleden was ik eigenlijk op zoek zelf naar een hondje en was dat een van de mogelijke rassen dat ik wou aanschaffen of wou kopen. Maar ik vond dat dan toch iets te klein, dus we hebben dan maar een ander hondje gepakt. Het zit hier trouwens achter de camera, wacht, ik zal even... Sabine, laat onze pup maar komen. Marvel, kom eens hier, meid. Voilà. Zie een keer. Het is niet echt een Eddie, maar het is een Marvel. Hè? Miss Marvel Valentina. Dus Marvel, kijk eens naar dat hondje. Het is de bedoeling dat je zo grappig wordt als dat hondje. Gaan we dat proberen? Ja? Goed. Vinden jullie Frasier leuk? Marvel voorlopig nog niet, heb ik een indruk. Maar ze wordt nog opgevoed, dus dat komt nog wel in orde. Kennen jullie Frasier? Vinden jullie Frasier leuk? Wie is jullie favoriete personage? Kijk naar YouTube, laat het mij weten in de comments en misschien zien we elkaar bij een volgend filmpje. Salut! Dag!